Goedenavond. Ik ben Warry. Charles François Warry. Maar mijn koken zei ze, lekker iedereen. Ik ben liedjeschrijver en vandoor ben ik een beetje onrustig. Er vroeg maar Loet, een goede vriend die mij eens tegenkwam. Mooi korrel toch die liedjes al, hoe ruimde gaat dat de zon? Karel Warry was de eerste singer-songwriter, avant la lettre dan wel, die het in zijn liedjes altijd opnam voor de arme arbeiders van Gent. En die naast zijn sociaal engageerd liederen een heel hoop grappige liedjes geschreven heeft. Gewoon maar te luisteren. Zie dit zie, ik had wel gepest jong. Och, al publiek is hetzelfde. Of dat je nu in 1880 nog een optreden komt kijken of in 2014, allemaal hetzelfde. Allemaal vieze ventjes en vare madamekes die vette liedjes willen. Hij stond ook bekend om zijn vuile liedjes, zijn vetjes. Die zong hij s'avonds als de zon al onder was. Niet geschikt voor kinderen. Ze trokken tuben, hoorden steer vol vreugde en plezier. Marianne wilde een keer zien hoe dat spel door zo gescheen. Ze was van liefde, huurde wiek, er einde was de ziek. Ik hoorde zanger. Wijs, hè? Ik heb toen een tijdje bij een bakker gewerkt. Allee, gewerkt. Bij een bakker, dat is niet werken, hè. Dat is sneukelen, hè. Dat was iemand die met veel humor de miserie van de mensen onder de aandacht bracht. Een muzikaal rebel en een grote artiest van 1,54 meter. Merci, Karelke, voor al die schone liedjes.